Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Planet Zoo, jongens, van hartelijk welkom. We gaan natuurlijk weer naar verder waar we natuurlijk de vorige keer waren gebleven. Dat was dus deze hier. Dus dat is heel erg mooi. Alleen wat ging er hierin? Dat is even niet. Deze klopt, de Okapi, die gingen we erin doen. Klopt, de Okapi, die gingen we erin doen, dus laten die dat dan even erin doen. Dan moet ik toch wel heel even terug. Okapi, ze zijn toch wel bedreigd. Ze leven natuurlijk hier. Soort gegevens. Kan bezoek heb je aan het betreden? Ja. Dus hier kunnen ook mensen inlopen. Oké. Dus dat is wel heel fijn. Dus dat we gewoon heel even een pad zo laten lopen. Of zo en dan weer terug. Dus laten we dat dan ook gelijk heel even doen op verblijf. Deuren. Dat is natuurlijk zo'n baan. Nou, we moeten een bezoekersdeur hebben. Die zijn allemaal geblokkeerd. Waarom zijn die geblokkeerd? Kijk zo. Hier. Hij ziet er wel zo erg uit, maar dat maakt niet uit. Deze
die zit toch wel een klein beetje zo. Is dat erg? Ik denk van niet. Hij zit dan een heel klein beetje tussenin. Maar dat maakt niet uit. Laten we zo. Als we dan weer moeten veranderen, ja, nou, dan veranderen we dit dus ook. Maar dat hoeft nu in ieder geval niet. Faciliteit. Ik val ander vervoer gaan we ook. Kijk, dit is natuurlijk ook heel tof. Om te doen. Weet je wat het is? Je moet er is al zo'n boot, daar hebben we allemaal water die je gaat doen, maar ik weet dus niet of dieren bij elkaar kunnen. Als dat zou kunnen, dan zal ik hier alle attracties zeg maar een beetje bij elkaar doen, maar dit, dat weet ik dus niet of dat mogelijk is. Misschien dat ik er nog een paar ga doen en dat ik dan hiermee ga stoppen. Dan moet ik dat natuurlijk nu iets anders gaan neerzetten. Voor die andere kant, dat zou kunnen. Dus dan moet ik maar eens even naar gaan kijken. Deze bankjes. Zeg maar echt. Hier. Zo. Kijk, die zijn natuurlijk restaurants. Ook een keertje alles kan ik zo dan moet ik eigenlijk mijn eten. Kijk, die heb ik dus natuurlijk nergens. Simpel bijvoorbeeld die giraf hier. Kijk! Oh!
checken. Ik moet ook aan die kant zetten. Zo. Nou, dan doen we het zelf heel simpel. Plaats ik hem hier. Kijk, dat ziet er heel tof uit. Zie je? Video. Kijk, deze video wil ik dus vooraan hebben. Dus nu gewoon echt de giraf, echt bij giraffen doen. Dan is het gewoon een afbeelding. En dan hier een welkomstding. Thank you.
Kijk, dat is gewoon echt een dierenhok, die camera daar. Dat is wel tof. Maar dat weet ik niet. Ik wil zo welkom. Blijft dit gewoon. Treed dit zo staan. En dan moet bij de rest eigenlijk ook allemaal. Het is veel mooier. Dus zo hebben we dat bij die giraffen ook gedaan. Kijk. Zit dus hier zo. Ach, oh. Dan wil ik allemaal. En dan willen we bij zo'n hol. Hol natuurlijk hier. Hebben we staan? Of hebben we dat hier? Hier hebben we dat staan. Zullen we die als... Kijk. Zie je, dan heb je gewoon hier als camera. Onderop, zie je dat? Dat ziet er wel heel tof uit. Dus als we dat voor elkaar kunnen krijgen, maar eerst wil ik die dieren hier zo erin. Die heb ik er nog niet erin gedaan. Ik was natuurlijk daar nog mee bezig. Dus we gaan nu hier zo erin zetten. 104 dieren had allemaal gevraagd. Ja, ja. Hier is er ook wel zoveel in, hè. Moeten we even maar gaan kijken. Ik ga eerst hier. Dieren. Is ook niet waar. Die wil ik dan dus. Oh, met de K. Ik heb het erg gedaan. Elf. 8,7 en die. Die. Anteer. Die. Anteer. Dieren. Dieren te sturen. Dat is heel mooi. Zowel het is deze dat video afspeelt en uiteraard hier een weer van qua dier wat het is. Dus dat is wel heel mooi. Goed, ik ga het hier zo laten. Wij zien elkaar maandag weer terug. Hopelijk zijn jullie echt daar ook bij. Kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag dan weer, jongens. Mazzel!